Ongeveer 4000 mensen hebben vanmorgen deelgenomen aan het Eid-gebed op de Nabawi-school in Paramaribo-Noord, zegt Abu Said Ustad Notosowito, vertegenwoordiger van de Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname, SIS. Notosowito zegt dat het Eid-gebed gezien moet worden als een viering na een maand lang te hebben gevast. Op deze dag wordt de beloning van de schepper verwacht. En dat is de negende maand van de islamitische jaartelling, wat we noemen Ramadan. Een heel bijzonder gezegende maand, waarbij dan elk oprechte dienaar zich onthoudt van voedsel en drank gedurende ochtendschemering tot zonsondergang. En op zo'n dag is wat we verwachten is eigenlijk de beloning van onze schepper Allah subhanahu wa ta'ala. En dat we gereinigd zijn van onze tekortkomingen, onze zonden. En dat wij rijkelijk worden beloond hier op aarde als ook in het hiernamaals natuurlijk. Notosowito zegt dat de Eid-commissie van SIS op diverse locaties in het land een Eid-gebed heeft gehouden. En hoewel het vanmorgen veel heeft geregend, heeft de organisatie dat niet als een belemmering, maar juist als een zegen ervaren. Notosowito hoopt dat de offervaardigheden van de moslim wordt geaccepteerd door de schepper. Voor Paramaribo organiseren we voor Komowijnen, Paramaribo, Wanica en omgeving. En elders hebben we ook een Eid-viering op Saramaka, Groningen. Eentje op Nikeri, Nieuw-Nikeri, ook op een scholencomplex. En eentje in Mungo, waar we daar 3 lidmoskeeën hebben. Dus het wordt landelijk uniformeel. Met dezelfde preek georganiseerd. En rijkelijk worden beloond door onze schepper, de Heer der Werelden. En natuurlijk gaan we voor onze vergeving, voor onze tekortkomingen, bewust of onbewust. En verder wens ik de gehele Surinaamse gemeenschap Eid Mubarak toe. En dat we smeken voor zegen, welzijn en welvaart voor land en volk.